Veilen is bijna net zo oud als de mensheid. De regels zijn echter nog precies hetzelfde. De hoogste bieder wint. Epic Auctions verzorgt veilingen van begin tot eind. Deze zijn gericht op onder andere machines voor de landbouw, grondverzet, bouw en transport. Frans Maas vertelt ons hoe dit in zijn werk gaat. Veilen gebeurt eigenlijk op een hele grote marktplaats. Dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook online zijn, waar inbrengers hun spullen komen brengen. Het veilinghuis faciliteert de veiling en de kopers, ja, dat zijn uiteindelijk degenen die het winnende en hoogste bod hebben. Bij het organiseren van een veiling komt een hele hoop kijken. Je moet je voorstellen, je hebt een leeg terrein van een aantal hectare. Daar komen de inbrengers de goederen brengen. De kavelaars, zoals wij die noemen, die kavelen het product. Dat wil zeggen, die beschrijven het product, die fotograferen het product en filmen het product. Dan worden de goederen op de website geplaatst en zijn de producten klaar om opgeboden te worden. De potentiële kopers kunnen uiteraard de goederen bezichtigen en ze kunnen zelfs de machine starten als ze dat willen. Op de achtergrond loopt de veiling terug van 5 dagen naar uren, minuten en seconden en kunnen ook het bod plaatsen. Het winnende bod is uiteindelijk het hoogste bod. Als de veiling is afgelopen, feliciteren we uiteraard de winnende koper en krijgt de factuur. De factuur wordt binnen enkele dagen betaald en de goederen kunnen opgehaald worden tot een week na het sluiten van de veiling. Dan is het terrein leeg en begint de cyclus weer van voor af aan. De veiling heeft een heel internationaal karakter. Je ziet vaak dat degenen die komen brengen een regionale binding hebben, Nederland en België. En de kopers zijn heel internationaal georiënteerd en komen uit meer dan 40 landen. De kopers, dat zijn eindverbruikers, dat zijn bedrijven, dat zijn handelaren, dat kunnen grote en kleine bedrijven zijn. En 70% van wat er verkocht wordt, wordt geëxporteerd naar deze landen buiten Nederland. Veilen is een heel leuk proces. Het is een psychologisch spel, want de hoogste, laatste bieder is uiteindelijk de koper. Dus het is heel spannend. Daarnaast zijn inbrengers vaak heel blij, want ze zijn verrast door de prijzen die ze kunnen krijgen voor hun goederen. En de kopers zijn heel blij dat ze een heel mooi product gekocht hebben tegen een niet al te hoge prijs. En dat kan zelfs voor hetzelfde artikel. Daarnaast vind ik het zelf ook heel leuk dat een product een tweede, derde of soms wel vierde leven krijgt. Veilen in algemene zin is meer gebruikelijk en groeit. Daarnaast groeit het veilinghuis natuurlijk mee. En door de internationalisering en digitalisering zal dat alleen maar meer worden.